Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik wil je allereerst even heel erg bedanken voor alle leuke reacties die zijn binnengekomen op de video die Nathalie en ik samen hebben gemaakt. De My Sister Does That's My Makeup video. Hele leuke reacties binnengekomen. Ook wel grappig om te zien dat iedereen er heel anders over denkt. Dus dat was wel super leuk. Ik heb iets vernomen over een persconferentie gisteravond die vanavond zou plaatsvinden. Volgens mij is mijn bril hartstikke smerig. Twijfel. Nou, het valt mee. Maar ik weet dus niet of dat dit klopt, want het staat verder nergens aangegeven. Dus dat is eventjes afwachten. Ik zou ook niet weten waarom ze weer met een persconferentie zouden moeten komen, tenzij er heel veel belangrijk nieuws is. Maar goed, dat weet ik dus niet. Ik heb gisteravond B&B en Bed & Breakfast gekeken. Dat is een programma op RTL 4. Dat zenden ze van maandag tot donderdag uit. Dan gaan ze op zoek naar de liefde. Is op zich wel een leuk programma. Ik heb nog een stukje gezien van de familie Koppens die naar Zweden gaat. Toen ben ik ook mijn vlog verder gaan afediten. Dus die is klaar. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat is ook alweer gebeurd. En toen ben ik verder gegaan met Nieuw Amsterdam. Omdat het dinsdag of maandag eindigde het heel spannend. Dus het was gisteren heel spannend toen ik verder kon. Dus dat. En ik had de laatste papa dag. Dus vanavond ga ik iets nieuws uitzoeken op Videoland. En ik weet eigenlijk nog niet wat. Dus dat is nog even afwachten. Ik heb niet zo heel erg lekker geslapen. Ik was al een keer heel vroeg wakker. Toen moest ik even naar het toilet. Toen ben ik wel weer naar bed gegaan. Geprobeerd te slapen. Is uiteindelijk gelukt. Maar ik had wat nachtmerries. Dus dat was niet heel prettig. Dus ja, dat was even wat minder. Ik ga zometeen hier gewoon de boel doen. Zoals elke woensdag. En daarna even bullet journalen. En alvast de spullen voor morgen klaarleggen. Dan is dat gewoon klaar. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach hier is morgen, maar goed, dat ga ik wel zien. Dus dat is eigenlijk eventjes de planning voor nu. Verder heb ik ook niet heel veel te melden, want er is weinig gebeurd in de tussentijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja, dat valt dan weer een beetje tegen. Maar goed, ik ga eventjes de kattenbakken eerst scheppen en dan ga ik hier maar eens eventjes de boel doen. Dan is dat ook weer klaar. Ik hoop nog steeds vurig op de regen die maar niet komt. Dus hier binnen nog steeds 24,5 graden. Dus ik denk dat ik zo het raam nog even opengooien. Want het is buiten koeler. In de hoop dat het toch nog wat afkoelt. Maar goed, ik ga jullie gewoon weer meenemen in mijn schoonmaakroutine van vandaag. Dus tijd om het te gaan doen. Alles is lekker klaar. Dat voelt wel weer heel lekker dat het allemaal weer schoon is. Ik heb ook even lekker gebullet journaled. Dat was ook wel heel erg leuk. Wel even lekker bezig geweest. Weer wat doodles getekend. En wat voorkantjes gemaakt voor de must bullet journal. Dus dat was wel eventjes heel erg lekker. Ik heb ook even alle spullen al naar beneden gehaald die morgen mee moeten. Dan kan ik dat in ieder geval niet vergeten. Dus dat is ook alvast wel slim, vond ik. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. Maar het is gewoon fijn dat de boel weer schoon is. Volgens mij gaan er nu een paar die tassen in. Nee, kom. Ik ga wel even naar de
keuken zetten. Want hier zitten dus wat spullen in. En daar zitten ook die schaaltjes van mijn moeder in. Die zijn breekbaar. Ze zitten weliswaar in een doosje. Maar ja, dat moet je niet hebben. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan straks even lekker eten. Vanavond heb je weer dat B&B, dus dat ga ik wel weer kijken, want ik vind het toch wel leuk. Dan neem ik even steenrijkster uit arm op, kijk dat daarna eventjes. Ik moet de vlog inplannen, nog even een thumbnail maken en mijn artikel schrijven. En ik wil misschien alvast wat doen aan het persbericht van Catrice, want ik heb al de nieuwe producten van het najaar van 2021 binnen gehad in het persbericht. Dus die wil ik eigenlijk ook wel weer even zorgen dat die online kan gaan komen volgende week. Dus dat is altijd eventjes wat meer werk. Maar vind ik ook wel leuk om te doen. Ja, verder ga ik weer Nieuw Amsterdam kijken. En nog een nieuwe serie uitzoeken op Videoland. En ik weet nog niet welke dat gaat worden. Daar moet ik nog eventjes naar gaan kijken. Het was alleen gisteren een beetje vervelend. Want Netflix deed dus ook niet meer op de Apple TV. Ik heb nog een heel oud kastje hoor. Ik zou eigenlijk een keer een nieuwe moeten kopen. Want YouTube wordt er niet meer op ondersteund. En ja, dat zijn juist de dingen die ik leuk vind om te gebruiken. Dus dat doet het allemaal niet meer. Gisteravond deed Netflix het niet. Ja, ik weet niet of dat een tijdelijk iets was. Of dat hij het gewoon niet meer ondersteunt. Maar de nieuwe boxjes die ondersteunen ook Videoland. Ja, en aangezien ik dat nu ook heb, is dat gewoon wel heel fijn. Dus daar ben ik nog wel over aan het nadenken. Om toch met de tijd een andere aan te schaffen. Want deze is eigenlijk gewoon een beetje aan het opraken. Hij is ook al wel heel oud hoor. Ik geloof dat dit nou, volgens mij heb ik hem in 2013 gekocht of zo. Nee, 2012. Nee, wel 2013. 2013 geloof ik heb ik hem gekocht. Dus 8 jaar is die ook al wel. Maar goed, dus ik hoop dat hij het vanavond weer gaat doen. Ik heb even de nagels verder. Had ik nog even weer mooi gemaakt die lelijk waren. Dus dan ga ik straks even lekker douchen en eten. En dan ga ik lekker de bank op, lekker spelletje kijken met een kopje koffie. Dus dat wordt je avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik weet niet wat ik morgen kan filmen, want ik moet natuurlijk morgen wat dingen doen. Maar dat vertel ik morgen wel eventjes. Het kan zijn dat ik helemaal niks kan vloggen, maar dan praat ik jullie bij als ik thuis ben. Maar dat is weer een kwestie voor morgen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 15 juli. Ik ben klaargemaakt en ja, ik heb weer een keer de lens in. Lang geleden, maar is ook alweer een keertje lekker, want ja, ik wil toch wel weer vaker gaan doen, want als ik de bril op vind ik ook niet altijd even fijn. Gewoon, ja, met warm weer zweten, het nu regent het buiten. Oh, ik heb een haartje volgens mij in mijn lip, of lipstick. Dus ja, dan word je zo zeiknat en dan zie je weer niks, dat is gewoon allemaal drama. Ik ga straks naar mijn oma toe. Dan ga ik daarna even naar mijn moeder en dan even boodschappen doen. Dus ik zei al gisteren al, ik denk niet echt dat ik jullie ergens bij mee kan nemen met filmen. Dus ja, dat moeten we even kijken. Bij mijn moeder sowieso ook niet, want Lent is er ook. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Maar goed, dat is dus de planning. Ik heb gisteravond weer Bed & Breakfast Vol Liefde gekeken. Ik vind het echt een leuk programma. Daarna heb ik Steenrijkstraat Arm. Dat had ik even opgenomen. Het komt op hetzelfde tijdstip. Toen heb ik de vlog ingepland. Thumbnailtje gemaakt en mijn artikel geschreven. Nieuw Amsterdam gaan kijken en ik ben een nieuwe serie gestart, namelijk de 12 van Schouwedam op Videoland. Ik had de 12 van Oldenheim had ik al gezien, die is toen op televisie geweest een paar jaar terug. Maar die van Schouwedam hebben ze nooit op televisie uitgezonden. Die stond alleen op Videoland, dus daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Dus daar ben ik nu mee begonnen. Ik heb nu 1 aflevering gehad en ik moet wel zeggen dat ik het al wel heel spannend vind. Korte uitleg waar het over gaat. In 1995 zijn 2 tieners verdwenen. 25 jaar later hebben ze eigenlijk nooit meer wat van die kinderen vernomen. En staat er ineens een man op de stoep die beweert dat hij een van die jongens is die dus verdwenen is. Maar hij is zijn geheugen kwijt. Hij weet niet eens of hij die jongen is. Hij heeft het van Google afgehaald. Hij denkt dat hij het kan zijn. Dus de vraag is nu, is hij het of niet? Dus ja, ik vond het wel heel spannend. Dus ja, dat eigenlijk verder niet heel veel bijzonders. Ik ga het nu even de stofzuiger erheen trekken, want ik weet niet hoe laat mijn coach er is. Dus dan ben ik klaar. Dan even de spullen pakken en dan kan ik straks die kant op. Dus ja, dat ga ik eventjes doen en dan ga ik kijken of ik jullie nog ergens mee kan nemen vandaag. Nog even de outfit van de dag. Ik heb het nieuwe, waarom zitten mijn zakken altijd uit mijn broek, shirtje aan van de Primark. Die dus leuk zo valt met die roesjes. Ik heb een spijkerbroek aan van de Lidl en mijn Adidas Superstars, de witte. Ik heb ze ook in het zwart. De ketting is van Mi Moneda. En ik heb 2 armbanden. Dus dat is de outfit van vandaag.
dag. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb even mijn lens uitgedaan toen ik thuis kwam en de kat gevoerd. Was heel gezellig. Was heel gezellig bij mijn oma. Ze herkende me eerst niet, maar dat had ik ook wel verwacht. Want je moet daar een mondkapje op als je loopt. Die had ik opgezet. Ze herkende ze me niet. Toen zijn we even koffie gaan drinken. Toen mocht hij af. Ze was heel blij met de foto die ik heb gegeven. Ik heb niks gefilmd ook vanmiddag. Maar dat had ik al een beetje gezegd natuurlijk. Dus dat was wel even heel leuk. En toen hebben we even oma's kamer bekeken. Dat was ook wel leuk. Die had ik ook nog niet gezien. Toen kwamen we daar. Toen brachten we mijn oma terug zeg maar, naar de woonkamer waar ze het liefste zit. Toen begon daar een extra nieuwsuitzending met het feit dat Peter R. de Vries is overleden. Dat was wel even heftig. Toen zijn we naar mijn moeder. Toen heb ik even boodschappen gedaan. Maar dat was een beetje vreemd. Want ik was nu in een andere plaats. En dat soort dingen. Dus ik moest even goed zoeken. En de Lidl zat dicht. Dus toen heb ik hier nog even bij de Lidl geweest. Bij mijn moeder zijn we eventjes geweest. Gezellig eventjes koffie gedronken. En eventjes een colaatje. En wat koekjes naar binnen gewerkt. En merciereepjes en zo. Dat was wel heel gezellig. En toen hebben we even lekker met Lente gespeeld. Ik heb eventjes de douche gekeken. Mijn moeder had daar een nieuwe kraan. Dus die heb ik even bekeken. Lentes kamer mocht ik nog niet bekijken, want die was nog niet af. Dus dat komt pas als die af is. Dus dat was wel heel gezellig allemaal. Het is een hele geslaagde middag. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. En dan ga ik onder de douche. Want dan kan ik straks eten maken. De televisie is helemaal aangepast. Je hebt vanavond geen, ik weet er alles van. En ook geen B&B vol liefde. Want dat is allemaal nu aangepast omdat Peter R. de Vries is overleden. Dus ik ga wel even zien wat ik ga kijken. Eerst even de boodschapjes. Ik zet jullie even hier zo. Hupla. Mijn moeder was trouwens ook heel blij met de foto. Ik heb allereerst chutjes. De kipfiletjes. De spekjes, de hamburgers, die ga ik zo meteen eten. De waterfles zit er nog in. Die had ik meegenomen, maar daar heb ik eigenlijk niks van gedronken. Dus die kan weer leeg gegooid worden, of opgeruimd worden. Twee pakken slaving, want je had 2 voor 4 euro. Sperrips voor zondag. Had ik wel zin aan. Muis, doe even niet zo wild. Muis! Ik heb boontjes. De kattenknabbels. Ik heb nu zalm, sardine en groenten. Ik heb nu net een zak aangebroken, maar dan heb ik er gewoon weer een staan. Mijn chocomelletje. Mijn frietjes. Aardappelschijfjes. Dan heb ik nog kruisbrokjes in gelei. Gewoon ook weer, want die had ik ook net aangebroken. En nog een keer de frietjes van het huis. En als laatste nog een broccolietje. Dus dit zijn alle boodschapjes. Ik ga het nu even opruimen. Nou, zoals ik net al zei, weet ik dus niet wat ik vanavond op televisie ga kijken. Maar ik moet sowieso nog foto's bewerken. En ik ben nog bezig met het artikel met de nieuwe producten van Catrice. Ik ga sowieso nog even gamen. Dus ik ga wel even zien wat ik ga kijken. Ik ga nu even lekker douchen. Dan ga ik zo eventjes lekker... Daarna even nog zitten en even eten. En dan zien we wel wat de avond verder gaat brengen. Mijn nagellak is wel helemaal beschadigd. Lente was er weer helemaal door geobsedeerd. Want dat vindt ze heel mooi, mijn nagellak. Ik heb wel een hele mooie foto gemaakt met mijn oma. Daar ben ik wel heel blij mee. Want dat wilde ik heel graag. Want ik denk, ja, weet je. Ik had eigenlijk nooit een foto met mijn oma. Dus dat was wel heel leuk. Dus dat eigenlijk. Verder ga ik vanavond wel Nieuw Amsterdam kijken in code 37. Dus dat wordt de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want er valt nu verder toch niks meer te vloggen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 16 juli. Ik ben klaargemaakt en ik wil jullie eventjes een beetje bijpraten. Ik was gisteravond namelijk een beetje sip en ik snapte niet zo goed waarom. Ik had een hele leuke dag gehad. Ik was natuurlijk naar mijn oma geweest. En eigenlijk toen ik bij mijn coach in de auto stapte, had ik al zoiets. Zei ik ook al tegen haar. Ik zeg, nou, ik ga ervan uit dat mijn oma me niet zal herkennen. Nou, dat was inderdaad ook zo. Dat snap ik ook. Ze heeft me zo lang niet gezien. Het korte termijn geheugen gaat gewoon achteruit. Ze is absoluut niet dement. Want dingen van vroeger weet ze nog heel goed.
Maar als ik haar zou vragen, wat heb je gisteren gegeten, zou ze dat bijvoorbeeld niet meer weten. Het duurde dan ook even voor het kwartje viel wie ik daadwerkelijk was. Toen die eenmaal was gevallen, was het echt zo, oh, het is echt een droom en ik kan het bijna niet geloven. Nou, dat was allemaal hartstikke leuk. We hadden dan even lekker koffie gedronken, want er zit daar een soort van brasserie. En daar kun je dus lekker koffie gaan drinken. Dus ik had lekker twee cappuccino besteld. En lekker cacao erop. En ik vind ze hartstikke lekker. Zat een koekje bij. Hartstikke gezellig. Lekker bijgepraat. Nou ja, goed. Dus daar was ik al een beetje van uitgegaan. Nou, de action viel een beetje tegen. Want ik ben dus even naar de action geweest. Want Lente is volgende week jarig. En dat wordt volgende week zaterdag gevierd. En ik had een heel leuk cadeautje gezien. En dat hadden ze niet. En ja, die action valt een beetje tegen. Als ik dan bij de action kom die bij mijzelf in de buurt zit, dan denk ik van nou, dit is dan wel echt een flop. Dus dat was even minder. Dus ik had mijn vader al eventjes gevraagd van goh, als jij nog bij de action komt, zou jij even willen kijken? Want ja, ik vond dit zo'n perfect cadeau. Kijk, als hij het ook niet kan vinden, houd het op hoor. Dan moet ik even wat anders bedenken. Nou ja, ik had eerlijk gezegd ook een beetje verwacht dat Lente me niet zo leuk zou vinden, want ik had de bril niet op en Lente kent me voornamelijk met bril, maar dat viel hartstikke mee. Ik heb gewoon even lekker met haar gespeeld. Ik was op een gegeven moment, ja, ik ben ook zo gek als een deur af en toe. Zij ging kruipen op de grond en ik ging achter haar aan. En ik ging dan op mijn buik naar voren schuiven. Ze zat me op een gegeven moment echt zo aan te kijken van ja, kom je nog of blijf je daar? Nou, lieve schat, je tante is heel lenig, ik kan heel veel, maar daar is ze echt te groot voor, daar komt ze niet meer tussen. Dat was echt super geweldig, dat was wel echt heel erg genieten. Ik kreeg wel het bericht dat het weer niet zo heel goed gaat met mijn opa, dus daar was ik ook wel een beetje sippig over. Dat vertelde ik Natalie gisteren, dus dat was wat minder. Natalie had kaneelbroodjes gebakken. Dat had ze woensdag gedaan. Ze stuurde een fotootje op de app. Ze zei: wat is dat? Ja, kaneelbroodje. En die had ze dus een paar mee naar mijn moeder genomen. En toen zei ze: van, nou, neem er ook maar mee naar huis. Dan moet je maar even proeven. Dus die had ik gisteravond opgegeten. Dat smaakt dus precies als pikhaantjes. Was echt heel lekker. Dat had ze echt heel goed gedaan. Daar heb ik echt wel van genoten. Maar ja, ik werd van de televisie ook gewoon niet heel erg blij. Weet je, alles stond natuurlijk in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries. En dat snap ik compleet. Ik bedoel, het is een moordaanslag. En ik snap echt dat de televisie daar helemaal voor in het teken moet staan. Dat snap ik heel goed. Alleen op een gegeven moment, je krijgt alleen maar dezelfde beelden, weet je wel. Alles heb je op een gegeven moment 3 à 4 keer gezien. Dan denk ik van ja, nee, van heel veel dingen weet je ook nog wel wat hij heeft gedaan. En dan dacht ik van nou, ja, het maakt me ook niet echt blij of zo. Het is ook helemaal geen blije gebeurtenis. Maar ja, daar werd ik ook gewoon een beetje sippig van. Ik weet het allemaal niet. En ja, dus ik ben op een gegeven moment heb ik Comedy Central erop gezet. Was het zonnetje in huis, daar heb ik een stuk van gezien. Ik denk even wat vrolijkers, want ik vind het nou, het wordt te deprimerend nu. Ik had ook niks meer om terug te kijken. Nou ja, ik heb wel mijn foto's bewerkt. Ik ben verder gegaan met de nieuwe producten van Catrice om te bewerken. Toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was ook weer heel erg mooi. En Code 37, dus dat bood ook wel weer afleiding. Maar ja, ik merkte wel gewoon dat ik heel erg sip was. Ik moet wel zeggen dat ik nu heel erg blij ben dat ik ook naar mijn oma ben geweest. Want ja, mocht er nu wat gebeuren, waar ik niet direct van uitga, maar goed, het is wel iemand die een beetje een mensje van de dag, zoals we het zeggen, hoef ik me niet schuldig te voelen dat ik niet meer ben geweest. Daar was ik wel heel bang voor. Ik denk, ja, zometeen gebeurt er wat en dan ben ik niet meer geweest. En dat zou ik mezelf wel heel kwalijk hebben genomen, maar dat gevoel heb ik dan nu in ieder geval niet meer. Ik hoop er nog heel vaak heen te kunnen gaan hoor, want mijn coach zei ook, dat moeten we echt vaker doen. En dat hoop ik echt nog heel vaak te doen, maar ja, mocht het echt, ja. Ik hoef in ieder geval nu geen schuldgevoel te hebben, mocht het toch nog ja, wat gebeuren, zeg maar. Dus dat. Ik had eigenlijk een hele planning voor vanmiddag, maar die is een beetje veranderd. Ik had jullie in een paar vlogs, volgens mij in vorige week vlog, heb ik verteld dat mijn scooter niet meer loopt, want de accu is kapot. Nou, zou mijn vader volgende week vrijdagavond zou die komen, dan zouden we de accu, zouden we even een nieuwe accu erin zetten, zouden we even de deur van de droger even verzetten. Maar nu sprak ik hem straks, toen zei hij van, nou, anders kunnen we ook vanmiddag wel komen, want anders moest ik een accu gaan halen met mijn coach en dan kon hij mee, want we hadden al gekeken of het die winkel op vrijdagavond open was en dan was die gesloten, dus dan had ik er gewoon volgende week eentje moeten halen met mijn coach. Dan zei hij, anders kunnen we vanmiddag wel komen, dus die komen straks hierheen, dan gaan we de scooter dus maken.
Dus dat betekent dat ik nu niet kan bullet journalen en niet echt alle dingen kan doen die ik wilde, maar dat geeft niet. Weet je, dit is ook even heel belangrijk. En klaar is klaar ook weer. Dus nou ja, ik ga nu in ieder geval wel even stofzuigen. Ik wil eigenlijk nog even de extra video opnemen voor de boeken. En als er dan nog tijd is, wil ik even de nagel of de laag van de lippenstiften gaan doen. Want die is een beetje een bende, alles valt een beetje om. Daar wil ik jullie dan even gaan bijzetten. Maar ik ga nu eerst eventjes de boodschappen naar boven brengen, stofzuigen en de kattenbak scheppen. Dus dat ga ik dan eerst even doen en dan eventjes de video opnemen. En misschien zet ik wel even de telefoon hier, zodat jullie een beetje kunnen zien hoe ik een video opneem. Want als dan de laag van de lippenstiften niet lukt, dan heb ik toch in ieder geval wat om te laten zien. Dus dat ga ik nu dan eventjes doen. Ik was het bijna vergeten, maar ik had nog een pakketje binnengekregen. Ik zag namelijk in de folder van het kruidvat sport-BH staan van Umbro. Ik moet even mijn vader terug appen. Een beetje, die was even bij de action voor mij nu. Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja, ik had sport-BH's gezien van de Umbro. Die had ik al eens een poosje geleden, hadden ze die ook in de aanbieding. En toen hadden ze mijn maat niet meer. Dus die heb ik toen niet kunnen kopen. Toen keek ik in de folder, ze stonden er weer in. Nou ja, ik wist dat ik deze week niet bij het kruidvat zou komen. Dus ik had Nathalie geappt van, goh, kom jij soms nog bij het kruidvat? Nou, ze weet niet, wat dan? Dus ik zei, nou, ik had die sport-BH's gezien, die wilde ik eigenlijk heel graag hebben. Maar ik kom nu deze week niet bij het kruidvat. Dus ja, als jij er nog komt, zou je willen kijken. Nou ja, is goed, zegt ze, ik wil misschien toch nog met lente gaan fietsen. Dus ja, als ik er kom, wil ik wel voor je kijken. Toen had ik haar van de week geappt van, joh, was je nog naar Kruidvat geweest? Nee, sorry, ik heb het niet gered. Ik zeg, nou, geef niks. Ik zeg, ik kan ze ook bestellen. Ja, ze doet dat maar, want ik ga het niet meer redden. Dus die heb ik besteld, maar er moest wat bij. Dus ik heb ook een paar make-upjes besteld. Dus ik ga het jullie even laten zien. Ik zal even allereerst het doosje even openvouwen. Anders dan staat mijn adres er weer zo op. Nou, dan hebben we hier het doosje. Dan heb ik hier allereerst de twee sport-BH's. Die waren 5 euro per stuk. Ik heb ze dan in maat M, want die gingen ook vanaf M. En die zijn gewoon, ja, ik vind die dingen gewoon heel erg fijn, ook om in te slapen, maar ook om aan te trekken met sporten. Dus ik heb een grijze en een zwarte, dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan heb ik ook twee make-upjes besteld. En dat zit wel altijd heel erg netjes verpakt, moet ik zeggen. Want je moet voor 15 euro hebben om te bestellen. Nou... Het is een beetje moeilijk met één hand, zoals jullie kunnen zien, maar we doen het gewoon even. Alleen ik deed het met mijn linkerhand en daar ben ik een beetje onhandig mee. Oh, is het echt niet. Ik heb allereerst dit palette van Essence, de Brown Edition. Die wilde ik heel graag hebben. Die was nieuw, maar die hadden ze niet in het schap. En ik vind deze paletjes heel erg fijn. Dit is dan de 30 Georgius Browns. Dus die. En ik heb ook... Kom op. Kom eruit. Je zit echt heel goed verpakt. Nou, dat doen ze wel echt super, super netjes. Echt alle lof voor Kruidvat. Deze Glow Instant Highlighter. Die is van Essence. En dit is dan de kleur 01 Fairy Lights. Dus die heb ik ook besteld. Dus dat was even het pakketje wat ik dan had binnengekregen. Niet heel bijzonder, maar ik dacht, ja, die wil ik toch nog wel even met jullie delen. Ik heb ook echt gewacht met openmaken tot ik het aan jullie kon laten zien. Maar hier ben ik heel erg blij mee, want deze wilde ik al heel graag hebben. Dus, nou, die BH'tjes die kun je dan weer even lekker in de was en die kan ik dan weer lekker gaan dragen. Dus daar ben ik ook weer heel blij mee. Nou, het gaat echt allemaal super soepel. Ik heb net de video al opgenomen. Het is echt net 3:05. Ik heb nog niet gehoord of mijn vader onderweg is, dus ik ga even wat drinken. En dan ga ik toch even die lipstick laten beginnen. Ik heb de was erin zitten, dus ik ben echt blij dat het allemaal zo soepel gaat. Echt lekker dat ik toch nog wat meer dingen kon doen dan ik had verwacht. Dus ik ga even wat drinken en dan ga ik eventjes de lipstick laten doen. Dit is dus de la die zo'n bende is. Dus ik ga alles er even uithalen en ordenen op merk. Dan ga ik hem opnieuw netjes indelen. Dus daar, dat gaan we nu maar eens eventjes doen. Thank you.
Nou, zoals jullie kunnen zien is het alweer beter dan dat het was. Dus ik ben er voor nu alweer heel tevreden mee, kan ik zo zeggen. Zo, ik ben inmiddels klaar. De lipstick laag is in ieder geval weer netter. Hij heeft alleen niet gefilmd toen ik de video aan het opnemen was. Dus dat is niet helemaal gelukt. Dus dat was een beetje jammer, maar daar kan ik even niks aan doen. De wasmachine draait nog, er kan straks de droger in. Mijn vader is net alweer weg, want de scooter dat ging eigenlijk heel simpel. Ik heb alleen een beetje vette vingers, want ik heb geholpen. Dus die gaan straks met douchen, moet die even lekker dat het er weer af is. Ik heb ze natuurlijk wel gewassen, maar het wilde niet helemaal goed eraf. Maar ja, het was wel fijn dat het allemaal vlot ging. We kregen alleen de deur van de droger niet gedraaid, dus dat hebben we niet gedaan. Dus nou ja, dat is dan zo. Dat is niet anders. Maar in ieder geval, hij loopt hier, dus dat is een mooi teken. Dus we zijn echt heel kort bezig geweest. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, eten maken. Vanavond heb je, ik weet er alles van, omdat dat gisteravond niet is geweest. Dus dat ga ik lekker kijken. Verder weet ik eigenlijk niet wat er op televisie is, dus ik ga wel even kijken. En ja, vanavond moet ik verder nog even de video in elkaar zetten en mijn artikel schrijven. En heb ik Nieuw Amsterdam en de code 37, dus dat wordt ook de avond. Ik ga je dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag, het is 17 juli. Ik ben klaargemaakt en Mickey is er ook. Nou, ik heb vandaag niet heel veel op de planning staan. Ik ga even stofzuigen. De kattenbakken scheppen, de standaard dingen. Jij ruikt mint, dus je hebt mint in deze lipgloss, lieverd. Ik moet eventjes de matten wassen, want toen ik donderdag thuis kwam hadden de katten op de mat gespuugd. Dus die moet even gewassen worden en dan pak ik gelijk die van de keuken mee. En doe ik ook even douchegordijn erbij, want die is eigenlijk ook niet meer gewassen sinds ik die heb opgehangen. Dus die moet eigenlijk ook wel eventjes gewassen worden. En die kan ik toch gewoon weer nat ophangen, want die wordt met douchen toch weer nat. Dus die droogt daar wel. Ik moet eventjes de was naar boven brengen. Het is niet super veel, maar ik moet weer even netjes terug de kast in. Er staan nog een paar schoenen. Ik heb net al een beetje mijn make-up hoekje opgeruimd. Er moeten nog de laatste dingen even van opgeruimd worden. Want daar kan ik dan ook niet zo goed tegen. Dan ligt het helemaal vol. En daarna ga ik even de kwasten wassen. Lekker weer schoon. En dan even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk de planning. Niet heel bijzonder, maar gewoon wel eventjes een paar dingetjes die even gedaan moeten worden. Gisteravond had je hele leuke televisie. Je had twee keer, ik weet er alles van. Ze hebben de aflevering van donderdag en van vrijdag dus uitgezonden. Dus dat was wel heel erg leuk dat ze dat nu alsnog uitzonden. En daarna had je de B&B vol liefde. Dus dat was wel leuk dat er nu toch wat leuker de televisie was. Dus ik was ook wel heel blij dat ze er toch voor gekozen hebben dat alsnog uit te zenden op vrijdag. Omdat het donderdag is komen te vervallen. Ik heb een appje. Ik heb de video in elkaar gezet. En ik heb mijn artikel geschreven. Toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. En ik las gisteren toevallig dat ze gaan beginnen met het opnemen van een seizoen 4. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Daar was ik ook wel heel blij mee toen ik dat las. Ik wist eerlijk gezegd niet hoeveel seizoenen het had. Maar ik vind het wel een hele goede serie. Dus ik vind het heel erg leuk dat ze met een nieuw seizoen gaan komen ook. Het duurt natuurlijk nog wel een tijd voordat het op Netflix dan weer zal verschijnen. Maar goed, het is leuk dat het in de maak is. En daarna had ik code 37 en dat was ook leuk. Ik was wel heel erg moe gisteren. Ik had wel een nieuw boek ben ik aan begonnen. Maar die heb ik vanavond ook alweer uit. Want die heeft maar 87 bladzijden. Dus ja, het was eigenlijk wel een lekker avondje. Ik zal even kijken. Ik denk dat mijn moeder heeft geappt. Want we hadden het even over een cadeautje voor Lente namelijk. Voor haar verjaardag. En dan ga ik eerst even wat doen. Dus dan ga ik een muziekje aanzetten. En dan ga ik eerst eens even lekker aan de gang. Het is buiten ook weer wat warmer. Het is geloof ik. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Ja, ga maar even lopen, Mickey. Dat is even wat handiger. Even kijken hoor. Het is 25 graden. 24. Hij gaf eerst Amsterdam aan. Ja, daar woon ik niet. 24 graden, dus ja, het is ook inderdaad wel heel zonnig. Dus ik laat nu de ramen ook mooi even dicht en de deur, want anders heb ik de warmte binnen. Want het is hier binnen ook nog steeds wel warm. Het is namelijk hier ook
23,5 graad. Ik wilde trouwens nog even terugkomen, want ik had in mijn favoriete video had ik dit dingetje laten zien om je make-up mee te verwijderen. En ik had nog gezegd, ik kan nog even een update geven in de vlog als ik hem heb gewassen. Nou, ik heb hem inmiddels gewassen. Hij is helemaal schoon. Moet je geen wasverzachter in doen. Maar hij is dus nu weer lekker schoon. Dus mooi voor gebruik. En je ziet eigenlijk hoe lekker fluffy die wordt. Stiekem mooi terug naar de douche. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigen en even het wasje aanzetten. Dan zet ik jullie de basis de kast te gaan wassen. Zo, ik heb alles weer gedaan wat ik wilde doen. De was die ligt in de kast. Het was niet eens heel veel, maar die ligt in ieder geval weer lekker erin. Ik heb even de kussentjes weer op de stoelen gedaan, want daar had ik er een paar van gewassen. Mijn placemats die zijn weer schoon, die liggen weer mooi op zijn plek. En nou ja, de kwasten zijn schoon, daar heb ik jullie bij gezet. Ik kwam er alleen net achter dat ik mijn stempel nog niet had schoongemaakt voor de wing. Dus die heb ik ook nog even schoongemaakt. Dus die is nou ook weer mooi schoon. Ik heb lekker even bullet journaled. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Dus wat dat betreft wel een lekker middagje. Dus ja, ik kan wel tevreden zijn. Ik ben wel blij met de dingetjes die ik heb gedaan. Dus nu lekker alles ook weer een beetje opgeruimd. En ja, ik vond het wel even relaxed zo. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen en eten. Ik weet niet zo goed wat er vanavond op televisie is. Niet heel veel. Dus ik heb het idee dat ik een filmpje ga aanzetten. Kans dat ik wel even een film op Videoland ga opzoeken. Want ik vind wat op reguliere televisie is gewoon niet heel interessant vanavond. Maar goed, daar hebben we Videoland voor. Er staat vast nog wel een mooie film op die ik nog niet heb gezien. Verder wil ik even alvast het grootste gedeelte van de vlog in elkaar zetten. En misschien nog wat aan de dingen doen voor het persartikel van Catrice. Maar moet ik even kijken. En verder ga ik gewoon weer Nieuw Amsterdam kijken en code 37. Dus ja, dat is het ook eigenlijk. Niet heel veel bijzonders, maar gewoon een lekker avondje. Misschien als het vanavond wat is buiten afgekoeld, dat ik nog even het raam en de deur tegen elkaar openzet. Maar ik heb ze nu bewust dicht gelaten, omdat je anders de warmte alleen maar naar binnen haalt. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Ik ga meteen nagels even lakken. Daar moet de nagellak nog vanaf. Ik had ze van mijn nagels, van mijn vingers had ik ze al afgehaald. Want dat was niet mooi meer. Dus zijn tenen doe ik dan vanavond. Maar dan kan ik wel mooi even tijdens het film kijken ofzo. Dus ja, verder niet heel veel te melden meer. Dus ja, ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu nog even ja, relaxen en verder niks doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 juli.
Ik zit even lekker op de bank. Ik heb de ventilator op de hoogste stand aanstaan. Want het is hier binnen 24,5 graad. Het is buiten. Even kijken. 25 graden. Dus het scheelt maar een half graadje met binnen en buiten. Alleen binnen is het wat benauwder omdat je natuurlijk nu alles dicht hebt zitten. En je eigenlijk 's avonds pas kan luchten als het zover is. Als het een beetje is afgekoeld. Ik heb gisteravond lekker een film gekeken. Op Videoland heb ik een film opgezocht. Ik heb de film Doris gekeken. Ik weet nog toen die net in de bioscoop draaide. Volgens mij is het 2019 geweest. Maar het kan ook eerder of later zijn geweest. Zag ik een voorstukje op televisie. Die vond ik er toen wel heel leuk uitzien. Alleen de tijd gaat soms zo hard dat ik niet meer weet wanneer een film is uitgekomen. En omdat ik geen bioscoopganger ben, vergeet ik ook heel snel weer welke films er zijn uitgekomen. Maar eigenlijk zou ik een wishlistje moeten maken van films die ik nog graag zou willen zien. Nou, eigenlijk heet het dan geen wishlist natuurlijk, want dat is een wensenlijst. Maar eigenlijk zou ik gewoon een lijstje moeten maken van films die ik nog wel zou willen zien. En Videoland heeft best wel veel Nederlandse films, maar ik heb er ook al best wel veel gezien. Maar ja, die was wel heel erg leuk. Ik vond het eerst een beetje verwarrend. Maar uiteindelijk vond ik het wel een hele leuke film. Dus ja, daar heb ik wel van genoten. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al af. Toen ben ik even verder gegaan met de artikelen van Catrice. Daar moet ik nog een hele persbericht voor opzetten. Maar ja, het heeft ook altijd wat bewerking nodig. Dus daar ben ik even mee aan de gang gegaan. Toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken, was ook wel weer heel mooi. En daarna heb ik gekeken naar Code 37 en daar geniet ik ook wel heel erg van. Het is best wel grappig dat ik deze reeks al een keer heb gezien, maar het is zo lang geleden dat ik me niet goed meer kan herinneren. Dus dat was de avond. Ik heb me een boek uitgelezen. Het was echt een heel kort boek van 87 bladzijden. Dus ik kan vanavond weer een nieuw boek beginnen en ik weet nog niet welke, dus dat is nog weer even uitzoeken. Ik heb dat altijd bij nieuwe series op Netflix, weet ik nooit wat ik moet starten. Ik heb het bij nieuwe boeken, dat ik niet weet welke ik moet gaan lezen. Terwijl er echt genoeg boeken op mijn e-reader staan die nog niet gelezen zijn. Dus er komt er altijd wel weer eentje naar voren waarvan ik denk, ja, die ga ik lekker lezen. Maar ik wist het gewoon nog even niet. Ja, vandaag eigenlijk weinig op de planning. Ik ga straks even de groenten doen als ik heb stof gezogen en heb geschept met de kattenbakken. En daarna ga ik even foto's maken en dat is het ook. Het douchegordijn hangt weer, dus die is weer lekker fris. Dus dat is ook wel lekker. Maar misschien had ik dat al wel verteld. Soms weet ik ook niet helemaal meer of ik nou iets heb verteld, ja of nee. Dus nou ja, dat was het eigenlijk ook wel. Dus ik ga zomaar even de stofzuiger er doorheen jagen. Dan is dat ook weer klaar. En dan kan ik even lekker de groenten doen. Zet ik even een muziekje aan. Vlees hoef ik nu verder niks aan te doen, want ik heb kipfilet morgen. Dus ja, ik moet eventjes wat vlees in de vriezer doen. Dat is tot woensdag goed. En dat ga ik dan, die kipfiletjes, dat zijn er dan twee. Dus er kan er één van in de vriezer. Dus ja, dat is het ook eigenlijk. Niet veel bijzonders. Ik laat je uiteraard straks even zien waar ik foto's van ga maken. Maar ik ga je verder nergens bij zetten. En stem slaat over. Dus, dat was fijn. Ik ga nu eerst even wat doen en dan... ja, dus te eerder ben ik klaar, zou ik maar zeggen. De fotospullen. Ik heb hier allereerst de Curl Booster Caring Lash Primer van het Kruidvat. Ik heb hier een Instant Away Concealer van Catrice in de kleur 05 Neutral Light. En ik heb een Brow Pomade Plus Brush van Essence. Die zit dan in een doosje, maar ik heb hem er even uitgehaald zodat je hem even kon zien. En ik ga hier even foto's van maken. Ik denk dat ik hier ook nog een extra video van ga maken. Is misschien wel leuk om even te doen. Dus ja, ik ga hier even foto's van maken. Ik heb de groenten klaar. Ik heb het vlees in de vriezer wat in de vriezer moest. Ik heb mijn schoenen weer helemaal op mijn rek neergezet. Er pasten drie paar niet op, dus die heb ik maar even los neergezet. Ik heb mijn kwasten al netjes teruggezet. Ik heb even het apparaatje waarmee ik mijn kwasten schoonmaak heb ik eventjes weer opgeruimd. Dus al lekker even wat klusjes gedaan. Dus nu ga ik mooi even foto's maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb alles gedaan. De foto's zijn klaar. Ik zat net even lekker nog Hay Day te spelen. Terwijl de katten aan het eten waren. Want ja,
kan gewoon prima. Dan zit ik er toch bij. Mochten ze dan toch op elkaars bakje aanvallen, kan ik ingrijpen. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Alleen de temperatuur is hier inmiddels al wel weer gestegen tot 25 graden. Ik moet wel zeggen dat ik de buitendeur even heb opengezet. Want ik was op een gegeven moment ook even in de keuken wat dingen aan het doen. Vond ik het toch wel lekker. Dus ik dacht, nou weet je, zolang dit raam hier maar dicht houdt, andersom gaat hij wel dicht. Dus ja, we hebben in ieder geval wat frisse lucht. Maar dat was eigenlijk wel een relaxed middagje zo. Wel even lekker gewoon mijn eigen dingen gedaan. Dat vind ik ook altijd wel heel lekker van zondag. Kan ik altijd wel van genieten, even zo relaxed. Ik heb alleen een beetje zeer nek. Maar goed, dat gaat er wel weer uit. Anders kan ik mooi de massageroller gaan proberen. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik daarna douchen. En ik heb vanavond lekker sperrips om te eten. Dus ook wel zin in. Vanavond heb je om 8:30 op België Flikker Maastricht. Dus ik denk dat ik dat wel even ga kijken. En daarna kan ik nog Flikker Rotterdam terugkijken. Die had ik gisteren opgenomen. Ook wel even leuk. Want verder is er eigenlijk niet heel veel bijzonders op televisie. Wat ik zelf heel leuk vind. Nou, ik moet vanavond foto's bewerken. Ik had net eventjes een mailtje opgesteld. Die heb ik eerst even naar mijn coach gestuurd, zodat zij eventjes kon controleren of dat het een goed mailtje was. Want dit moest naar een instantie en is het altijd wel fijn als je goede mailtjes opstelt. En op zich ben ik er best wel goed in. Want schrijven is altijd wel mijn ding geweest. Dus meestal is het wel goed, maar het is soms niet erg om er eventjes nog een extra paar ogen na te laten kijken. En als ze dan zegt het is goed, dan kan ik het versturen. Dus dat was ook wel mooi. Foto's zijn ook al geïmporteerd. Ik heb verder de fotospullen opgeruimd op de lampen na. Dus ja, eigenlijk was het allemaal wel lekker. Verder kijk ik vanavond ook nog Nieuw Amsterdam. En ga ik verder met de 12 van Schouwedam. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ook wel heel erg benieuwd naar. En ik ga mijn nagels doen. Dus dat wordt de planning niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 19 juli. Ik ben klaargemaakt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel me een beetje gammel. Ik werd al niet heel erg fantastisch wakker. Ik werd vanochtend al een keer vroeg wakker. Toen moest ik naar het toilet toe. Toen ben ik daarna nog wel weer even door gaan slapen. Maar ik werd wakker en alles kostte me moeite. Ik ging mijn oefening doen, terwijl ik die normaal echt als een makkie doe. Maar mijn benen waren zo zwaar. Nou, toen had ik dat klaar. Toen moest ik even naar buiten, want ik moest de scooter die moest gestart worden. En ik moest even wat vuilnis en oud papier weggooien. En ik kom boven en ik sta me toch een partij te puffen en te hijgen. Het was echt niet gezond. Dus ik heb echt een beetje het gevoel van zware benen. Dus ik ben wel blij dat ik vandaag niet heel veel op de planning heb. Want ik hoef eigenlijk alleen een video op te nemen en even te bullet journalen. En dan hoop ik dat het morgen gewoon weer beter gaat. Dat het gewoon even zo'n dagje is. Ik heb ook lekker de ramen en de deur openstaan. Want ook op advies van Rutte moest je je huis luchten, las ik. Nee, maar het is buiten 21 graden en binnen 24,5. En je voelt gewoon dat het buiten een heerlijk temperatuurtje is. Dus ik heb zoiets, nou, lekker even luchten. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is rood. Het is het laatste kleurtje van het kruidvat. Deze. Dit is de 160 Red Fury. Dus die heb ik opgedaan. En het was heel erg gek. Want er was gisteravond niet zo heel veel op televisie wat ik interessant vond. Oh, ik heb het gevoel dat ik me niet zo, maar het lukt niet. Dus ik dacht, nou, op België kwam Flikker Maastricht. Ga ik dat gewoon kijken. En ik had het ook tegen mijn moeder gezegd. Mijn moeder zei, oh, dan ga ik dat ook wel kijken. Nou, hoe laat is het? Ja, 8:55. Dus ik zat klaar en het begon. En mijn moeder appt op een gegeven moment, nou, het begint laat. Ik zeg, hé, hoezo? Ik zeg, het is bij mij al lang begonnen. Nou, zegt ze, ik heb sport op tv op die zender. Ik zeg, hè? Ik zeg, wat raar. Nou is het wel zo dat mijn moeder dus sowieso wat achterloopt op televisie kijken. Dat betekent dat zij echt, als ik al een scène heb gezien, dat die bij haar soms nog moet beginnen of halverwege is. Dus er zit ook echt wel wat verschil in. Nou weet ik niet precies hoe dat komt, want zij heeft wel een andere provider als dat ik heb. Maar mijn vader heeft dezelfde provider. Die loopt letterlijk ook achter. Dus misschien heeft het ook per plaats te maken. Maar wat gisteravond gebeurde, daar kon ik mijn vinger niet op leggen. Dat het bij haar dus gewoon letterlijk niet begon. Dus zei ze, nou ik ga maar Flikker Rotterdam kijken. Want ik ga hier maar niet meer op wachten. Dat heb ik na Flikker Maastricht gekeken, Flikker Rotterdam.
was ik wel weer een hele mooie uitzending. Maar ik kon echt mijn vinger er niet op leggen. Ik vind het nog steeds heel vaag. Ik weet niet of het herkenbaar is voor een van jullie. Dat je hetzelfde kent. Want mijn moeder en ik die kijken over het algemeen vrijwel veel hetzelfde op televisie. Maar ik merk altijd dat zij achterloopt. Dus nou ja, bijzonder. Ik heb de foto's bewerkt. Er was best wel veel werk, maar dat is af. De nagels dan gelakt. En ik heb Nieuw Amsterdam gekeken. En daarna de 12 van Schouwendam. En ik vind het heel erg spannend. Ik vind het echt nu al een goede serie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus dat was het ook eigenlijk. Nou moet ik zo even stopzuigen. Daar zie ik een beetje tegenop. Want ja, ik voel die benen nog steeds. Maar we gaan gewoon door. Dat hoort erbij. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik de video opnemen. En dan ga ik daarna eventjes lekker bullet journalen. En dan vind ik het mooi geweest. Dus bij het bullet journalen ga ik jullie erbij zetten. Maar dan ga ik nu eerst even stofzuigen. En zorgen dat de video erop komt. Zo, de katjes zijn inmiddels lekker uitgegeten en ik ben ook weer klaar. Maar ik had me weer een hele moeilijke tekening op de hals gehaald natuurlijk. Dus dat ging niet heel vlotjes. Maar op zich ben ik uiteindelijk nog wel tevreden wat ik ervan heb kunnen maken. Maar ja, het blijft gewoon zo. Ik ben natuurlijk geen tekenwonder, maar het is wel leuk om te doen. Dus ik heb er wel even van genoten. Video opnemen ging ook vrij vlot. Dat ging op zich ook wel lekker. Het is fijn dat je dan gewoon kunt zitten, dat je niet continu hoeft te staan. Ik heb nu net even de Rossi rondjes uit de vriezer gehaald. Dan kunnen die een beetje ontdooien. Want die ga ik straks eten met kipfilet en broccoli. Verder heb ik vanavond, ik weet er alles van. Dat ga ik lekker kijken. De B&B Vol Liefde komt ook weer. Dus dat is ook leuk. Ik moet mijn artikel gaan schrijven. Ik hoop eigenlijk nog wat te kunnen doen naar het persbericht van Catrice. Maar dan moet ik even kijken. En sowieso kijk ik Nieuw Amsterdam en ga ik verder met de 12 van Schouwendam. Ik ben ook een superleuk boek aan het lezen. Van speelt zich ook af in Nederland. Dat vind ik toch ook altijd wel heel erg leuk. Ook niet zo heel veel bladzijden, maar het zijn wel drie delen. Het gaat over een koffietentje. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Dat zijn altijd wel van die leuke verhaaltjes. Daar ben ik gisteren in begonnen, dus daar ga ik vanavond lekker in verder. Ja, verder ook weinig op de planning. Ik heb nu wel even de ramen dicht gedaan, want het zonnetje begon weer wat heftiger te schijnen. Het heeft inmiddels ook wel lekker iets kunnen doorluchten. Maar ik denk niet dat het heel veel heeft kunnen doen aan de temperatuur. Nee, een half graadje eraf. Dus nou ja, als de komende dagen een beetje laag blijft. Ik zal eens even kijken. Nou zegt het weer natuurlijk ook niet altijd alles. Even kijken hoor. Morgen 22, woensdag 24. Wauw. Ja, op zich zou het ook nog morgen even kunnen luchten. Dus dat is wel lekker. Alleen voor de slaapkamer doet het echt helemaal niks. Want daar waait het niks door. Maar ach, alle slaaplucht is in ieder geval de kamer uitgegaan. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en mijn dingen doen. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ben echt een beetje moe nu. Ik heb echt een beetje de
ja, de pap op, zoals ze het kunnen zeggen. Dus nee, ik ga niks meer doen. Ik ga jullie morgen zien. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 juli en ik ben klaargemaakt. Ik moest even checken of de bril wel goed schoongemaakt was, maar ik zie voor nu geen vlekken. Alleen het lijkt alsof ik tegen vlekken aankijk. Ja, vandaag is eigenlijk schoonmaakdag. Eigenlijk de standaard dingen. Dus ik ga de kattenbakken doen, de gang, de douche. En het is nu de week van de grote schoonmaak, dus alles moet dan even van zijn plek af. Ik moet een was aanzetten, want mijn wasstom zit super vol. Dus ik moet sowieso even een wasje erin doen. Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Dan is de middag ook wel weer voorbij. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik weet er alles van gekeken. Ik kwam er dus achter dat het wel van maandag tot vrijdag wordt uitgezonden. Dus dat vind ik wel super leuk. Dat ze nu toch gekozen hebben om die vrijdag erbij te pakken. Want dat was vorig jaar ook niet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Daarna de B&B vol liefde. Was ook wel erg leuk om naar te kijken. Ik merk alleen wel dat ik snel al een beetje irritaties krijg. Maar dat zal aan mij liggen. Maar het is wel een heel leuk programma om naar te kijken. Leuker dan ik had verwacht. Dat was wel erg leuk. Ik heb even gekend en ik heb zo gelachen. Nathalie die appte mij op een gegeven moment, einde van de middag, van kan ik vanavond even langskomen op jouw eiland? Even kijken. Ik zeg ja, dat is goed. Want ik ben een beetje op met Animal Crossing. Ik ben een beetje inspiratieloos wat ik allemaal op mijn eiland wil maken. Want je kunt een heleboel leuke dingen maken, maar ik weet het even niet zo goed. Dus ik dacht, nou, als zij nog ideeën heeft, is dat heel erg goed. Maar echt serieus, dan moet je zeg maar een soort van vliegveldje open doen. En dan kunnen er dus mensen binnenkomen. Dus op een gegeven moment krijg ik de melding dat Nathalie onderweg is. Ik heb er een fotootje van gemaakt. En letterlijk, dit komt mijn eiland binnenlopen, dat pompoenhoofd. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. En dat is dus Nathalie. Dus ik zeg, jeetje Nathalie, ik schrik me rot van dat pompoenhoofd van jou. Dus ze ging helemaal stuk, want dat was dus de bedoeling om mij te laten zien dat ze een pompoen op haar hoofd had. Ik zeg, waarom heb jij een pompoen op je hoofd? Ja, dat was voor een opdracht geweest. Nou, ik moest wel heel erg lachen, maar ik schrok wel. Ik denk, ho is, ineens zo'n pompoenhoofd op mijn eiland? Wat dan? Maar dat was wel eventjes heel erg grappig. Nou, ik heb een artikel geschreven. Was best wel veel werk. Dus ik ben blij dat die er nu op staat. Ik heb nog wat foto's gedaan voor eventueel een artikel voor vandaag. Die ik vanavond nog even kan schrijven. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. Wat ook heel indrukwekkend was. Want ze hadden echt last van een hele grote sneeuwstorm. Het was een beetje ranzig op een gegeven moment. Ze konden zeg maar niet door de sneeuw. En toen had de medisch directeur besloten dat ze dus naar de patiënten toe gingen. Het was natuurlijk hartstikke gevaarlijk, want de ambulances konden niet rijden. En een van die doktoren moest naar een man toe. En die lag in een soort van pin. Het was zo mooi gemaakt. Het zag er zo ranzig uit. Maar toen ging hij dus met die man, heeft hij uiteindelijk losgekregen. Die ging niet mee naar het ziekenhuis. En toen viel het stroom uit. Dus of die man het nou heeft overleefd of niet, dat weet je dus niet. Dus dat vond ik wel jammer dat het toen afgelopen was. En daarna heb ik weer de 12 van Schouwendam gekeken. En dat was echt heel erg spannend. Ik baalde ervan dat het afgelopen was. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vanavond verder gaat. Want het was echt heel spannend. Dus dat was allemaal wel goed. Weer lekker mijn boek gelezen. Dus nou, wat dat betreft allemaal wel prima. Ik heb een onesie aan. Dit is een, het is al een wat ouder. Ik kan hem wel even laten zien in de spiegel. Ik heb hem ooit een keer bij de Action gekocht. Maar hij zit wel heel lekker. Kijk, het is gewoon aan één stuk. Maar hij zit wel heel erg lekker. Ik heb hem echt al jaren. Hij zit wel wat groot hier en daar. Maar dat, voor nu is het wel lekker. Goed, ik ga nu even wat doen. En dan ga ik even kijken waar ik jullie bij kan zetten. En ja, dus eerder ben ik ook weer klaar. Zo, moe maar vandaan. Alles is af. Ik heb wel één nagel, die was helemaal beschadigd. Dus er gaat vanavond even een nieuw laagje overheen. Want dat kon ik niet meer netjes bijwerken. Maar oh, het
ging even mis. Er viel een wijnglas uit de kast. Ik weet niet of het op de beelden te zien was, want ik had op dat moment de camera wel lopen. Maar er viel dus een wijnglas uit de kast en die viel natuurlijk op de grond. Die was kapot. Ja, overal van die kleine stukjes glas. Dus ik heb alles gelijk opgeruimd en daarna ook gestofzuigd. Dus ik hoop dat alle stukjes nu weg zijn. Mickey kwam gelijk die keuken in. Dus ik zei, nee Mickey, weg, want anders heb je zonder glas in je pootjes. Dat moeten we niet hebben. Dus ik hoop echt dat alles nu goed weg is. Ik heb het echt meerdere keren stof gezogen, dus het moet haast wel. De was zit in de droger, want die was al klaar, dus dat is wel lekker. Ik had wel een paar shirtjes die ik er niet in durfde te doen. En dat zijn dan vaak de Primark kledingstukken, dus die heb ik even opgehangen. Maar verder is alles weer lekker schoon. Ik heb de douche helemaal ingezet met antikalk. Dat heb ik helemaal ingevreven. Dus nou, dat kan ik er straks dan mooi afspoelen met douchen. Maar ik was op een gegeven moment wel gegaan. Het was toch wel warmer dan ik dacht. Ik heb inmiddels het raam ook dicht gedaan en de gordijnen dicht. Want ja, omdat je nu met die laagstaande zon te maken krijgt, is het wel fijn om dan de boel dicht te doen. Omdat het hier allemaal zo warm wordt. Het is hier binnen nog steeds 24 graden. Buiten is het 21 graden. Maar ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Vanavond, ik weet er alles van. En B&B vol liefde. Ik denk dat ik daarna nog even Camping Koppens ga kijken. En ik moet foto's bewerken. Ik moet de vlog afmaken. Misschien nog een artikeltje schrijven. En ik ga sowieso verder met Nieuw Amsterdam. En met de 12 van Schouwedam. Dus dat wordt verder de avond. Niet heel bijzonder. Maar ik heb het ook wel eventjes gehad voor vandaag. Dus ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan straks douchen en mijn dingen doen. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben wel weer heel erg blij. Want ik zag dat dit alweer het nieuwe aantal was aan abonnees. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Super leuk. Welkom alle nieuwe abonnees. Leuk dat jullie geabonneerd zijn. Ik ga je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat dan een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even dat duimpje omhoog. En nou ja, bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!